Oké, boys, hier gaan we vandaag in. Oei. Oh. Oké, het is wel even heftig waar we nu op lopen, mensen. Maak jullie klaar voor de ziekste view. Op deze baan rijdt dus de security langs. Ik heb echt schrik dat ze mij gaan zien. Sorry dat ik moet melden, maar ik heb net hier gewoon moeten kotsen. Senne! Senne! Senne, nee, Senne! Fuck and Nifo's, welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn we in Luik. Een nieuwe Urbex video, eindelijk, want iedereen vroeg ernaar. Vandaag ben ik met Stans Gaming, met Iris Pew en met Cas Draaiers. We zitten dus nu in de trein. Ja, trein. Jij bent... Nee, niemand... Nieuwe trein van Sias komt eraan. Ja, nieuwe... Exposed. Nee, niemand. In december, mensen, komt mijn nieuwe track. Nee, nog een... Dat is mijn nieuwe song, mensen. Allee, mijn derde song, die komt uit in december. Iris, dat doen we niet in de video, oké? Oké, boys, hier gaan we vandaag in. Verlaat staalfabriek. Ik ben hier even geleden nog eens geweest, maar nu gaan we gewoon dit opnieuw checken. Oei. Oh! Ik wil ook zeggen. Dus wat ik zei, dit is het soort van hek. Hier moet je gewoon over. Oké, dan moeten we goed kijken of er geen auto komt, want hier is nog steeds security. Voor de mensen die mijn vorige video nog niet hebben gezien, van in deze staalfabriek, dat is al een half jaar geleden of een jaar geleden. Die staat hier in het i'tje, dus je kunt die checken. Daar zijn we ontsnapt van de security, hier in deze verlaten staalfabriek. Dus als je die nog niet hebt gezien, kunt je die gewoon nu gaan checken. Hoe noemt je op Instagram? Kas.Draaiers. Oké, boys, we zijn nu bij het laboratorium. Check dat. Er staat zelfs een tv, een oude tv. Oh joh, wat hier nog allemaal staat, is niet normaal. Je ruikt dat hier ook, maar hier is ook brand geweest. Dus ruikt hier gewoon ook naar vuur. Kijk, wat is dat hier allemaal? Okay. Etalon. Nog allemaal producten wat er staan. Oh joh, staat hier gewoon vol met allemaal producten. Labo shit dingen. Hier ligt gewoon nog zo'n pak wat die vroeger aan hadden om hier in het laboratorium te werken. Dat ligt hier gewoon op de grond. Hier ligt het vol documenten. Van vroeger, kijk, rekken vol met spullen, allemaal documenten. Oké, ik denk dat dit een soort van controlekamer of zo was, want ja, er liggen allemaal zo computerschermen of allemaal knopjes en van die dingen. Maar ja, dat is allemaal afgefikt, dus eigenlijk zijn we daar niet meer veel mee. Hier zit je dan ook de hele plattegrond van de hele fabriek en al. Maar ja, kijk, dat is allemaal in het Frans. Ja, what the fuck, ik snap er echt geen hol van. Wie de fuck kan nu Frans spreken? Oké, het is wel even heftig waar we nu op lopen, mensen. Alleen maar roosters. Boven ons ook nog vol met roosters. En ja, hij gaat helemaal naar beneden. Het is wel even creepy, maar kijk, het is wel echt vet, deze locatie. Oké, boys, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar als ik hier naar beneden val, ben ik echt ziek genaaid. Maak jullie klaar voor de ziekste view. Heel fucking HFB. Iris, wat vind jij van de view? Wel schoon, ja. Dus, We zijn nu bijna op de hoogste verdieping. Check, mensen, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Kijk hoe hoog we willen zitten. En dit is onze kas. Yo. Fuck it. Neffo. Oké, onze kas heeft iets gespot. Er zijn twee werkmannen. Ik weet niet of we hem kunnen zien. Daar, dat geel, kijk. Twee mannen met fluorvestjes, maar waarschijnlijk komen die niet naar onze kas. Nee hoor. Surprise. Ik heb een nieuwe souvenir hier van de grond. Die lag gewoon daar. Ik heb die gewoon even meegepakt. Dat is mijn souvenirke. Voor mij te nemen naar huis natuurlijk. Aandenken aan deze geweldige fabriek. Ik was dus net van plan om helemaal op die toren daar te gaan klimmen. Dan heb je een dikke view over heel HFB. Maar ik ging net die trap op en er was een vies groot wespennest. Dus ik ben even... Oké, vies snel weggelopen. Ik had echt schrik eigenlijk. Ja, what the fuck. En mensen,
vinden jullie van dit avontuur? Heel mooi. Senne! Senne! Senne, nee, Senne! Senne! Nee, nee, Senne niet! Kom, kom, nee, Senne! Geef mond op, ja, mond op mond, sowieso. Kom maar, jij, Sten, jij moet. Oké, boys! We hebben hier nu 2 uur gechilld of zo. En nu gaan we terug naar beneden. En dan gaan we een beetje rondwandelen. En dan gaan we ons treintje pakken. By the way, ik ben net ook flauw gevallen. Maar ga eens door. Monseigneur. Monseigneur. Hoe oud ben jij? 4. Stan. Hoe oud ben jij? 16. Hier, zo oud ben jij? Niet legaal genoeg om te doen. Om te? Doen. Ah. Hoe oud ben jij? 9 maanden. Oh. Zit je aan tweede kas? Nee. Laat je ogen eens zien. Wow! 5, 2, 1, ja. Oké, er zijn nu opnames voor ons nieuw televisieprogramma. Hier is de lift, mensen. En hier kun je gewoon binnenkijken naar al die kabels. Ik ga even mijn kamer invallen. Wajo. Oké, daar wil ik niet invallen. Oké, na iets van 2000 trappen of zo ben ik eindelijk bij de gelijksvloers. Op deze baan rijdt dus de security langs. Dus we moeten eigenlijk snel nu richting daar lopen, richting die gaten terug, richting al die hekken en treinsporen, om terug bij de grote baan te komen. Oké, hier terug naar boven helemaal. Ja, ik tril helemaal, joh. Ik heb echt schrik dat ze mij gaan zien. Oké, wacht tot er geen auto is. Oké, gelukt. Nu wegwezen hier. Oké, fucka boys. Sorry dat jullie mij hier zo zien. Ik heb net een half uur of zelfs meer aan een stuk gerend om de fucking trein te halen. Ik heb, sorry dat ik moet melden, maar ik heb net hier gewoon moeten kotsen. Het ging gewoon niet meer. Ik zweet gans, daarom heb ik gewoon mijn t-shirt even uit, want what the fuck. Oké, 2 seconden mensen. Fucking 2 seconden was ik te laat voor die kuttrein te halen. De deur ging al dicht en die vertrok. En we zitten nu in de trein naar huis. Dan, je ziet er goed uit. Oké, mensen. De tijd is uitgebroken om afscheid te nemen. Oh, we're back. Dag jongens. Hey. Dag jongens. Doei, Senna. Doei. Maar moet je die kant op? Ja, jullie moeten ook die kant op. Yo, maar ik moet die kant op. Ja. Doei. Love you. Hello darkness, my old friend.